Yes, daar ben ik weer. Het is vrijdag en dat betekent dat we weer gaan vloggen. En als je dacht vorige week van, dat is raar, ik heb geen vlog gezien, dan klopt dat. Ik voelde me niet zo lekker vorige week, had een beetje buikpijn. Dus ik had echt besloten om niet te vloggen. Oh, sorry hoor, er zit iets op mijn lens. Dus vandaag ben ik naar Coral Estate gegaan. Het is een resort hier op het eiland. En zij beschikken over een mooi strand, een bar, restaurantjes en een heerlijke pool. Vandaag lekker vrij, dus ik dacht dat ik eventjes daar eens gaan kijken. En jongens, het uitzicht is prachtig. Ik ga het even laten zien. Super. Ik vond zelf dat het wel een beetje verborgen lag. Het was wel een beetje in the middle of nowhere. Nou, verder helemaal goed. Je kan hier gewoon op een bedje gaan liggen. In principe zijn er bedjes gratis op het moment dat je 50 gulden spendeert hier aan consumptie. Zo niet, dan is het 20 gulden. Nou, aan die 50 gulden kom je wel. Ik heb net een smoothie gehad. Nou, een heerlijke flatbread besteld met groenten. Heerlijk. Nou, ik vermaak me wel hier. Ik ben eigenlijk in slaap gevallen net op het bedje. En heerlijk, het is zo'n lekker rustig plekje. Geweldig mooi uitzicht. Heerlijk zwembadje. Service is goed, wordt lekker bediend. Als je aan wat ik neem. Ja, dit is genieten, mensen. Dit is. Weet je, ik zeg dat wel iedere keer, dat het genieten is. En ja, uiteraard voor de kijkers in Nederland, jullie begrijpen dat het ook wel genieten is. Maar vergis je niet, weet je, ik werk hier ook gewoon 5 dagen in de week. Ik maak vrij lange dagen, er wordt hard gewerkt natuurlijk. Dus soms vergeet je dan wel eens dat je op zo'n mooi eiland in de Cariben woont. En je staat er wel de dag op het strand en het begint een beetje normaal te worden. Door dit soort dingen te doen op een vrije dag, besef ik me weer van, oh ja, ik zit hier toch. En ik heb het toch eigenlijk wel goed. Dus ja, en niet vergeten, ik zit hier ook alweer bijna een half jaar. Vanaf volgende week officieel een half jaar op Curaçao. En dat betekent ook dat vanaf volgende week er een hele speciale vlog komt. Ik ga namelijk samen met jullie terugkijken op de afgelopen 6 maanden. Vanaf het moment dat ik uit Nederland vertrok tot nu eigenlijk. Als je dan denkt van nou, dat lijkt me superleuk en ik wil heel graag zien hoe dat eigenlijk gegaan is. Dan moet je vooral blijven kijken. Je kan je abonneren op mijn kanaal. Hier onder in het hoekje staat een knopje abonneren. Klik er eventjes op en je kan dan volgens mij ook ergens je notificaties aanzetten. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd even een berichtje krijgt op het moment dat er een vlog van mij uit is gekomen. Zodat je altijd op de hoogte blijft en gewoon lekker kan gaan kijken. Dat was het dan een beetje. Ik ga nog eventjes wat eten. Kisses.